van die bom. Ik heb besteld. Dames en heren, jongens en meiden. Ik heb namelijk kleding besteld. Hey iedereen, leuk dat jullie kijken. Naar weer een gloednieuwe vlog. Ik start de vlog vandaag een keer op een andere manier. In plaats van uit mijn hand vanaf mijn bureau, terwijl ik mijn veters aan het strikken ben voor mijn schoenen. Want dat vond ik een intens goed idee om een keer wat anders te doen. En ik trek mijn schoenen niet zomaar aan, want ik ga even een aantal dingen doen vandaag. Ik ben sowieso de dag al goed begonnen. Ik weet niet of ik het in de vlog van gisteren heb verteld. Misschien iets met ik ga vroeg naar bed, want ik moet morgen werken. Dat klopt. Ik heb vanmorgen weer gewerkt op de golfbaan. En ben daarna even lekker gaan sporten. Want mijn god, ik ben denk ik al 1,5 maand niet naar de sportschool geweest. En jullie weten het van mij, ik ben een lange slummel. Ik ben een spaghetti sluurt van niet tot Tokio. Maar toch vind ik het lekker om af en toe even lekker te sporten. Want ik voel me dan fit. Ik kan even mijn, nou niet dat ik ergens mee zit. Maar gewoon toch even je ei kwijt, even je drukte kwijt. En dan ben ik aan het eind van de dag gewoon kapot. Ben ik nu even goed wel, maar meer van de drukte. En als ik ga sporten ben ik fysiek kapot, dus dan slaap ik heel lekker. Maar ja, dat had ik al 1,5 maand niet gedaan. Echt de laatste keer dat ik dat gedaan heb was nog voor Kroatië. Dus ik kan je vertellen, dat is al een paar dagen geleden. Maar ja, maakt voor nu verder niet uit, want ik ga de auto in naar Ruben toe. In de vlog van gisteren zou ik nog even een SD-kaartje langsbrengen voor de filmbeelden van de podcast. Want de spullen die staan hier nog. De studio is nog een beetje, nou ja, zoals het er eigenlijk bij stond. De lampjes, de microfoon, een mixtafeltje, dat soort dingen. Het enige wat nog gedaan moest worden is even de beelden aanleveren bij Ruben. Die waren wat groter dan we dachten. Dus dat was via online nogal een gedoe met abonnementen, met transfers en dat soort gezeik. Voor de mensen die zelf wel eens beelden versturen. Jullie weten waarschijnlijk precies wat ik bedoel. Dus ik breng ze even langs en daarentegen is Ruben ook zijn portemonnee bij mij vergeten. Met zijn pasjes erin en dat soort dingen. Dus die moet ook even terug. Maar voordat ik mijn stuur ga draaien richting het huis van Ruben, ging ik eventjes langs de ethos om wat foto's uit te printen. Maar mijn god, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik mag ook niet te chagrijnig worden, want het gaat wel om een oudere dame. Maar jongens, je hebt bij de ethos een apparaat waar je foto's kan uitprinten als je die bijvoorbeeld in een lijstje wil doen of whatever. Dus ik dacht, nou, ik ga daar even heen om even een foto in een lijstje te doen. Dus ik kom daar binnen, staat er een oudere dame, ik denk ergens in de 70 jaren. Die staat bij die machine. Ik denk, nou prima, ik wacht even keurig op mijn beurt. Maar mevrouw, die was even al haar vakantiefoto's aan het uitprinten. Maar dat ging helemaal niet goed. Bij die machine kan je namelijk je telefoon aan een kabeltje prikken en dan kan die machine gewoon al je foto's lezen. En die vrouw die zat echt te rammen op dat scherm alsof er een bom afging. Het was echt niet normaal. Ze snapte compleet niet hoe het werkte. En ik vroeg nog van mevrouw, lukt het? Maar het achteraf klinkt misschien een beetje ongeduldig. Maar ik zag oprecht dat ze gewoon moeite had met hoe dat ding werkte. Dus ze zei, nee, het lukt eigenlijk niet. Want de helft van de foto's wil ik niet. Dus toen kwam er een medewerkster erbij. Nou, die snapte het ook niet. Vervolgens ging het prima. Rolde dat fotolijstje, of de fotocollage, die rolde eruit. En toen zou je een bonnetje krijgen, zodat je bij de kassa kan afrekenen. Dus dat bonnetje rolt eruit. Mevrouw trekt eraan. Heel dat rolletje van die bon, die rolt eruit. Over de grond. Roets. Huppatee. Nou kon ze alles even keurig oprollen. Oh, en ik heb geen haast, hè. Maar ik heb ook meerdere keren gezegd van, ja, maakt niet uit. Want ze voelde zich heel schuldig. Ze heeft het ook gezegd en opgenoemd. Ik zeg, maakt niet uit, dit en dat. Maar van binnen, oh, ik ging kapot. Ik dacht echt, mijn god, dat lijkt wel maandag, hè. Maar ja, die arme dame kan er ook niet zoveel aan doen. Want daarna was ik aan de beurt en ik snapte ook iets van dat apparaat. Maar ja, eindstand. We zijn een half uur verder. Maar het is gelukt. Ik ben ook bij de Action geweest om even een fotolijstje te halen. Want Puk die verhuist naar Engeland. Puk kennen jullie misschien nog wel van de vlogs dat ik naar Texel ging. Puk is een oud klasgenootje en een vriendin van mij. Waarmee ik het een heel leuk weekend op Texel heb gehad. Dus ik dacht, nou weet je, omdat ze naar Engeland verhuist voor een studie. Wil ik er wel op meegeven. Komende zaterdag hebben we een afscheidsfeestje van haar. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik print een foto uit van dat weekend die we samen gemaakt hebben. Doe ik in een lijstje. Ja, gewoon even een kleinigheidje. Misschien een leuke aandenkje weer aan Nederland of zo. Maar dat het zo zou verlopen had ik echt niet verwacht. Daar zijn we weer. Kantoor de la Jack. Maar waar is Jack? Niet hier. Hier. Maar daar. Nou, ik moet even wat. Oh, dat heb ik al uitgelegd. Wat beelden overzetten. Yeah. Hey. Nou, kijk, zo snel als dat kan gaan. Podcast 1. Is alweer overgezet. Tenminste, de beelden. De audiofiles die heb je al. Ik heb vanmorgen ook, zei ik tegen Ruben, de podcast even teruggeluisterd op werk. Ik had hem in mijn oortjes aanstaan. Ja, ik ben vooral excited, man. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En hoeveel nieuwe mensen we wellicht aansporen, hoe noem je dat? Aantrekken. Ja, ik ben echt wel benieuwd hoe het gaat. We zitten ook even te kijken voor wat extra dingetjes voor als we een gast in de podcast willen hebben. We hebben een extra microfoon nodig, maar ook een extra kabel voor de koptelefoons. Een grotere splitter. Jij hebt de beelden. De edit is gaande. Kijk eens even jongens, even een klein sneak peekje. Ja. Voor jullie is het nu
Oh, voor hun staat het nu al online. Ja, want deze vlog komt zaterdag online. Ja, staat hier online. Om 5 uur. En de podcast komt om 12 uur online. Dus als je dit ziet, je kan nu de podcast checken. Dus ja, dan hoef ik ook geen sneak peek te geven. Dit is gewoon, dat wordt nog heel. Dus maat, ik ga er even door. Ik ga er even uitlaten. Ja, even uitlaten als ik rondje ben, hè. Nou, maat. Adios, succes met editen. En ik zie het wel voorbij komen. En doei, doei. Kijk, dit is toch om te huilen. Ik heb verdomme gisteren die auto gewassen. Je ziet hem staan in de zon en dat ding is weer helemaal smerig. Ai. Ja, het is wel echt bizar, jongens, dat ik me net gewoon bedenk dat deze vlog online komt. Zodra de eerste podcast dus al online staat. Ik ben echt super benieuwd, zoals ik net zei, wat jullie ervan gaan vinden. Laat het ook echt even weten. Dat vragen we ook in de podcast via onze podcast Instagram. Jak en Jak. J-A-Q-E-N-J-A-Q. Kan je ons een DM'tje sturen wat je ervan vindt? Of onder mijn vlogs achterlaten in de comments. Of mij persoonlijk een DM sturen op @TimoMut. Met een D. Niet vergeten, met een D. Want sommige mensen schrijven er met een T. En ik ben benieuwd wat we daar allemaal mee gaan beleven met die podcast. We vonden het in ieder geval super leuk om op te nemen. Het ging ook echt goed, zoals Ruben ook vertelde net. En we willen ook wat vaker ook gewoon mensen uitnodigen en gasten voor interessante verhalen om te delen met mensen. En de doelgroep is echt heel breed. Het kan voor iedereen zijn. We willen gewoon onze kijk op het leven van een 20-jarige en een 21-jarige, net afgestudeerd. Willen we onze avonturen delen met de wereld. En ja, dat eerste gesprek was ook echt lachen, gierenblullen. Maar ja, sommige van jullie hebben hem waarschijnlijk al gezien. Zo, even een hikje tussendoor. Lekker. En dat staat op mijn YouTube-kanaal, maar ook op Spotify. Maar voor het YouTube-kanaal filmen we de podcast ook. Maar dat was wel gelijk even wennen, want ik had de camera neergezet. Vervolgens op 3/4 van de podcast. Dus zeg maar een 1/4 missen we beeld aan het einde. Want toen was en de camera leeg. En in het begin was de monitor van de camera leeg. Dus die hebben we toen halverwege vervangen. En aan het eind was de camera zelf leeg. Dus, het kaartje was vol. Ik raak helemaal de band. Het kaartje was vol, dat was het, ja. Dus ja, het was echt super goed voorbereid. Ik ben echt een mega goede cameraman. Mijn klussen, loopt alles perfect. Maak ik hier wat voor mezelf en dan loopt alles in de soep. Ja, kan gebeuren. Ruben die lost het wel op in de edit. Die neemt de edit op zich, vind ik super fijn. En uiteraard doen we er met z'n tweeën evenveel aan. We stoppen onze passie erin, want we doen het echt puur vanuit de hobby. En we zijn gewoon benieuwd waar het ons brengt. We vinden het leuk om te doen en wie weet kunnen we erin groeien en misschien iets in betekenen. Dat zien we dan wel weer. Maar ja, voor nu kan ik lekker naar huis karren en dan zometeen mijn hengel klaarmaken. Want volgens mij wordt er weer gevist vanavond. Ik zeg net, als ik thuis ben, ga ik mijn hengel pakken. Maar het is alweer de vraag of we gaan vissen. Want ik had even gebeld naar die gasten van, wat gaan we precies doen? En ze willen wel vissen, maar ze willen eigenlijk ook uit eten. En het is om 8 uur donker, dus ze zouden nog even gaan kijken. Ik voel hem al aankomen, gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ik heb wel wat anders leuks, want ik kom thuis en mijn pakketje is eindelijk binnen. Hier heb ik een paar dagen op gewacht. En dit is de beste aankoop die ik dit jaar heb gedaan. Jullie hebben dit wel eens in de vlogs voorbij zien komen. Tenminste, degene die de Kroatië vlogs hebben gekeken. Er was namelijk iets wat wij elke dag droegen. Of bij ons hadden, of ja, net hoe je het ziet. En wij hadden een soort van statement op de camping waar we zaten. Dat iedereen, als ze ons zagen, dat ze wisten, oh ja, dat zijn die mensen, weet je wel. En ik dacht, van oké, ik ga ze nu ook zelf bestellen. Maar dat is leuk voor de vlogs, denk ik. Ik was echt verliefd op die dingen, ik vond het heerlijk. Misschien ook wel leuk om een keer in de podcast mee te nemen. Maar, ik heb besteld, dames en heren, jongens en meiden, propellerpetjes. Dit is zo geniaal. Dit is wat je wil in je leven. Niet een normale pet, maar een propellerpet. Deze hadden we dus ook op vakantie in Kroatië. En dit was dus hetgene wat we droegen. En dat mensen wisten, oh ja, dat zijn die mensen. Dit is het statement van onze vriendengroep op de camping. We werden ook een beetje aangezien als een paar Mongolen, maar wij vonden het prachtig. Dit is super. Het zijn wel een soort andere petjes. Ik heb er 2. Het zit een ander soort propellertje op, dat wel. Maar dan mag de pret niet bederven, want het ziet er even goed super leuk uit. Oké, wacht. Ik moet Ruben echt even bellen. Ik ben heel benieuwd wat hij hiervan vindt. Maar eerst volgende podcast doen, is dit de dresscode? Ja. Is toch super? Ja. Ja? Is het goed gekeurd? Ja. Oké, nou dat was het weer. Nice, ik ga straks weer verder met editen. Oké, hou doe hè. Houdoe. Die jongen die vindt ook alles goed hè, het maakt hem echt geen reet uit. Maar zo'n petje had ik dus eigenlijk bijna elke dag op vakantie. Dus Rowan die was ook mee op vakantie, dus die zou het wel gewend zijn. Ik ga nu even haar ophalen om met haar weer naar het huis van de oom en tante van Veta uit te gaan, waar zij oppassen. Maar ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Ik ben heel benieuwd wat ze gaat zeggen. Ah, oh, nee, gadverdamme. Niet weer die fijne broek. Hey, yo, Marcel. Ja, die gaan we er niet in laten. Dat gaan we niet doen. Die broek is zo vreselijk en ze is er gek op. Ja, jammer. Ja?
Let me in. Wat is het codewoord? Wat heb jij een mooi petje op? Nee, dat is niet het codewoord, maar dankjewel. Wat is het codewoord? Ajax. Die vond ik wel zeggen. Maar je hebt wel een mooi petje. Dankjewel. Hij is wel iets anders. Hij heeft een ander dingetje. Hij heeft geen kraaltjes. Nee. Maar hij doet het wel zo goed. Ja, hij doet het supergoed. Maar ik heb er dus twee, maar die andere doet het dus helemaal niet. Die zit gewoon vast. Dus nee. die moet even indraaien, zeg maar. Dat komt wel goed. Die moet indraaien? Ja, die moet even olie in of zo. Oh. Holy. Ei. Zijn we weer. Terug van weg geweest. Hè? Huh? Ze is er nog. Oh, maar dan moet ik misschien de auto aan de kant zetten. Het is een beetje de vraag dus of Vedra nog thuis is, want die gaat zo meteen weg. Maar dan ben ik wel benieuwd wat ze vindt van het petje. Wat vind je van mijn hoedje? Oh, geweldig. Die heb ik al gezien trouwens. Huh? Waar? Op video's van. Dit is een ander, dit heb ik zelf besteld. Een nieuwe. Oh my god, een nieuwe. Wauw. Ja, ik had iets betere reactie verwacht, wat jammer. Oké, okay. Ik ga me dus verstoppen voor Timo. En ik ga hem laten schrikken. Lopen. Ja, dit is wel weer lekker hoor. Vuurtje erbij. Klein vuurtje, want ik maak het niet te laat omdat ik morgen moet werken. Muziekje erbij. Loop je nog weer te porren in dat vuur? Ik vind het gewoon heel fijn. Zo. Kan ik gewoon niet stoppen met dit te filmen. Dit is zo satisfying. Iedereen houdt toch van een lekker vuurtje. Misschien moet je dit op YouTube zetten. Oh, dat ga ik toevallig ook echt doen. Nou, het is weer mooi geweest. Het duurt veel te lang om dit af te wachten voordat het uitgebrand is. Dus vorige keer deed het met Oké, Timo. Vorige keer deed het met water, nu gaat het weer met water. Maar het is heel satisfying, moet je opletten. Kijk hoeveel rook. Jezus. Ja, dat is toch sick. En dan gaat het straks weer uit. Ga naar huis. Doei. Het is zo jammer dat het alweer zo vroeg donker wordt. Het lijkt super laat, maar dat valt best wel mee. Het is 9:00 s'avonds, maar het is gewoon pik en pik donker. Zo, ik ben weer thuis en ik ga even een lampje voor jullie neerzetten. Want dit gele licht van mijn kantoorlicht, zeg maar, de ledjes in het plafond, is niet zo mooi. Want, of tenminste normaal gesproken gebruik ik dat ook gewoon voor de vlog. Maar nu ik deze lampje toch heb staan, dit is een stukje beter. Dus deze gebruik, even kijken, 1, 2. Dus heb ik iets egaler licht, iets beter, iets mooier. Misschien kan ik er nog wel eentje bij doen. Weet je, als we nou toch bezig zijn, doe eens gek, joh. Hey, want ik had dit nog staan van de podcast, maar nu kan ik het ook mooi gebruiken. Want ik wil jullie namelijk wat laten zien. 1, 2, up, nog een lampje erbij. Ik heb namelijk hier een tas. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. Ik heb namelijk kleding besteld, nieuwe kleding. Even kijken, niet mijn adres erop. Ik heb er een paar dagen op gewacht en ik dacht, ja weet je, ik ga het gewoon in de vlog uitpakken en kijken wat jullie ervan vinden. Het zijn ook wat nieuwe dingen voor mij, dus ik weet zelf ook nog niet helemaal wat ik ervan vind. Maar daar gaan we nu achter komen. Ik heb namelijk wat kleding besteld omdat de koudere dagen er weer aankomen. En eens in de zoveel tijd bestel ik gewoon weer opnieuw kleding. En ja, telkens een beetje in een verschillende stijl of een afwisselende stijl. Het hangt er een beetje van af. Kijk, om te beginnen, dit is misschien wel het makkelijkste qua omkleden. Zoals ik zei, dit is voor de koude winterdagen. En ik heb ook wat dingen in de bruin besteld. Dus ik dacht, er moet een matchende muts bij. Ik heb er een keer over nagedacht. Hè. Dus ik heb een bruine beanie erbij besteld. Ik weet niet of deze mij gaat staan. Ja, waarschijnlijk nu niet. Omdat ik natuurlijk van alles wit aan heb. Ik heb echt geen idee hoe dit er nu uitziet. Ik weet het niet. Ik moet een lampje hebben. Of een lampje, een camera. En dan zie ik hoe het eruit ziet. Oh ja. Ja, oké. Hè? Want een van die andere dingen die ik in het bruin heb. Dat is deze jas. Ja, jullie zien hem niet echt omdat hij ingepakt zit. Maar ik ben onderweg. Kom maar aan. Oh. Ja. Daar hebben we hem hoor. Het nieuwe jasje. Deze vind ik zo hard. Dit is echt, denk ik, mijn favoriete item uit deze bestelling. Ik wilde heel graag al zo'n soort geruite jas hebben. Maar een beetje oversized. Even gewoon lekker wat groter, dat het even wat ruimer zit. Want ik ben heel lang, maar niet zo breed. Dus bij mij valt de bouw op mijn eigen maat altijd een beetje verkeerd. En zodra ik zeg maar iets oversized draag, dat vind ik en een harde stijl. En dat past iets beter bij mijn lichaam. Dus vandaar. Deze jas, heel echt, ik zie het in de weerspiegeling van het raam. Ik vind het best wel hard. Ik vind het lijp. Het past alleen niet helemaal bij deze broek, maar dat maakt niet uit. Die outfit match, dat komt wel een andere keer.
Het gaat in ieder geval nu even om de jas zelf. I like it. En zo ook nog een aantal dingen. Ik heb een bruin shirt besteld. Ik heb een broek besteld. Die broek weet ik nog niet helemaal. Want ik wilde weer een blauwe broek met wat gaten erin. Maar ik zag iets te laat online een... Ja, hoe zeg je dat? Een toevoeging aan de broek. Wat niet helemaal mijn ding is. Namelijk, als ik hem omdraai. Kijk. Die gaten zijn gevuld met een soort witte stof met een printje erop. Wat ik daarvan vind, weet ik niet helemaal. Voor de rest nog een polo met een leuk ritsje erop. Dit vond ik wel hard. Normaal gesproken draag ik geen polo's, maar deze vond ik wel sick. Klein tasje voor als ik naar een feest ga of whatever. Normaal gesproken was ik nooit zo van de heuptasjes. Maar ik had laatst een heuptasje om van iemand. Ik dacht, nou weet je, als je ergens een keer naartoe gaat, het is toch wel handig. Ik kan niks kwijt. Tenminste, als ik allemaal spullen mee heb, kan ik het nooit kwijt in allemaal zakken. Dus dan is een heuptasje misschien toch handig. Maar ja, ik ben niet zo van de merken en zo. Dus ik heb een merkloos tasje gekocht. Vandaar dat er ook niks op staat. Dus dat vind ik wel super. Voor de rest, een buckethead hoekje. Die wilde ik heel graag. Daarvoor heb ik in Kroatië gezocht. En ik wilde er heel graag eentje met een touwtje. Maar die kon ik nergens vinden. Dus ik heb hem nu maar gewoon besteld. Nog een oversized truitje erbij. En nog een truitje. Ja, een soort van kooltruitje. Ook met een rits. Lekker ouderwets. Love it. Lekker voor de wintermaanden, jongens. Top. Oh, en dan ga ik nu in ieder geval eerst even die muts weer afdoen. Want ik wou zeggen van ik heb het warm. Dan zou je denken, doe dan die jas uit. Maar die jas vind ik veel te cool. Dus ik wil daar nu even mee flexen. Want ik ga namelijk de vlog voor jullie afsluiten, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het was weer een rustig dagje. Of tenminste, een relatief rustig dagje, zoals jullie gezien hebben. Ik hoop dat jullie hem even goed leuk vonden. Mocht dat zo zijn, vergeet hem dan zeker niet te belonen met een blauw duimpje omhoog. En vergeet je ook niet beneden te abonneren als je meer van mijn dagelijkse vlogs wil zien. En binnenkort dus de podcast. Die komt zaterdag om 12 uur online. Ik kan het blijven zeggen. Vergeet niet te luisteren of te checken. Laat weten wat je ervan vindt. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later.